Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij zijn vanochtend op tijd opgestaan. Kindjes waren lekker vroeg wakker. En ze zijn nu lekker aan het spelen in de box samen. En ja, dat gaat eigenlijk best goed. Dus vandaag hebben we niks bijzonders. Ik zal even de kindjes laten zien. Het lijkt alsof er iemand in slaap gevallen is. Ja, hij is in slaap gevallen. Is je grote broer gewoon in slaap gevallen? Ben je zo slaapverwekkend? Oh, slaapt hij? Karen. Ja. Ik heb hem maar even hierin gelegd. Ligt iets lekkerder als dat hij een broertje heeft die iemand vervelend is. Garen. Nu komen we op het volgende probleem. Madame, die kan er niet zo goed tegen als er hier een kind ligt te slapen. Want dan denkt ze dat hij niet meer leeft. Nee, Joef, laat jullie met rust. Dan denkt ze dat er iets mis mee is. Ja, hij slaapt gewoon. Maar zij snapt dat niet. Nee, Joef. Joefie, nee. Ik weet dat je dat lief bedoelt. Maar je laat hem gewoon met rust. Je laat Jordi gewoon met rust. Moet Jordi lekker slapen even. Moet hij 's avonds maar gaan slapen op tijd, hè? Ja. Hij is weer wakker en heeft zijn fruitje net gehad. Liam heeft al eerder zijn fruitje gehad. En hij is nou lekker weer wakker. Ja, gaan we iets met kerst kijken, hè? Ja, kerst, hè? Hij accepteert het nu, een kerstfilmpje. De kinderen hebben vandaag een humeurtje. Ze liggen nu nog te slapen. Maar Liam is tussendoor een paar keer wakker geweest. Jordi is een paar keer wakker geweest. En madame, die is ook aan het uittesten. Nee, je gaat terug. Je gaat niet op de leuning staan. Terug. Terug. Dan gaat ze op de leuning staan en dan gaat ze van alles het uitvreten. En kapot. Maar ja, dat hoort er ook bij, hè? Dus. Ga zo eens even hier opruimen. En misschien al aan het eten beginnen of zo. Ik ben moe. Blech. Joef. Hey. Nee, gaan we niet doen. Nee. Pas op jij. Ze moeten dadelijk wel wakker worden hoor, de kinderen, want anders is vanavond helemaal een probleem. Maar ja, toch. Even nog niks. Oké, nou, dit is het moment dat ik denk voor het eerst, misschien de tweede keer, dat wij Ups & Down uploaden, het vergeten ben te uploaden. Niels is aan het eten, we hebben het kindje al eten gegeven, ik heb ook al gegeten. Dus denk, dit is de eerste of de tweede keer dat ik het echt gewoon vergeten ben.
Ik ben hem nu aan het uploaden, dus ja. Ach ja, zullen we het zwangerschap noemen? Kindjesproblematiek? Dat gebruik je altijd als excuus. Tuurlijk. Dat is niet waar. Nee? Nee, dat is niet waar. Oké. Okay. Dat is helemaal niet waar. Zet me niet voor de gek te houden, want dat is niet zo. Nou, in ieder geval. Ik ben hem nu aan het uploaden. Het duurt ongeveer. Ja, 45, 50 minuten voordat hij online staat. Nou. Ga ik even hier verder, mijn eigen omkleden. En dan. Ja. Als de kindjes gewoon eens een keer meewerken op de dagen dat ze mee moeten werken. Je zit toch hartstikke lief? Ja, nu wel ja. Maar jij hebt heel de dag niet meegemaakt hier, hè? Dus, dat. Ja. Ik weet even niet meer wat ik hierop moet zeggen. Goedemorgen. Jordi heeft voor de eerste keer een mondkapje op. Kijk hoe lang die blijft zitten. Wij zitten in de wachtkamer van het audiologisch centrum. En Jordi krijgt zo een hoortest. Een hele goede morgen. Wij zijn vanochtend al even naar de winkel geweest. Jordi is momenteel met Niels naar het Radboud voor controle van zijn gehoor. En ik heb begrepen dat dat goed was. En Liam heeft al wat brood gehad. En nu doen we een fruitje eten. En hij was net helemaal ontroostbaar, want hij ging die grote box in. En Jordi was nergens. Dus hij was helemaal Jordi aan het zoeken en hij ging steeds verder over de zeik. Dus, ja. Yeah. Want je grote broer is weg, hè. Die komt zo thuis. Nou, hij vond het niet leuk dat Jordi er niet was. Hè? Ja, was je alleen. Hij vond het echt niet leuk. Hij heeft alles nagekeken. Hij is de tent ingekropen. Hij is overal in geweest. Achter het loopwagentje gekeken. Hé, jongen. Ja. Goed zo. Ik heb even een potje fruit. Hier, dit is aardbeien met yoghurt en muesli. En ja. Doen we even geven aan hem, hè. Hoppa. Goed zo. Hij vindt het dus niet leuk als zijn broeder niet is. Nee. Vind je niet leuk, hè? Goed zo. Ja, het zit aan je vinger, ik weet het. Kom maar hier. Mama schoonmaken. Ja. Hé, hey, doe eens rustig. Je bent nog niet klaar. Hop. Goed zo. Ja. Zo. Ja, doe maar vertellen tegen de mensen. Zeg maar, ik doe mijn grote broer missen. Kwam ik thuis, dacht ik dat mijn grote broer er was, was hij weg. Ja. Ik ga even verder met hem. Kan hij ook even lekker rustig met mama zijn, hè? Was het leuk in de winkel, hè? Jij deed naar iedereen lachen, hè? En iedereen deed teruglachen naar jou, al zag je dat niet in verband met de maskers. Hoppakee. Ja. Yay. Hop. Goed zo. Om te wachten op zijn grote broer doet hij lekker soepstengeltje eten. Met een filmpje. Niet aan Joef geven, hè. Nee. Daar komt je broer aan. Daar komt je grote broer aan. Maar jij zou hij afvallen.
Dat ging even allemaal heel snel. Jordi kwam thuis, heeft gegeten, Liam heeft gegeten. En toen heeft Niels even nog geholpen met de kindjes naar bed toe brengen. En toen is hij weer gaan werken. En nu is Liam net wakker. En ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel gedaan, want ik doe een beetje rustig. Ik heb een beetje last van... Hoi! Ik heb een beetje last van harde buik en dat ik het gewoon even rustig aan moet doen. Dus ik heb eigenlijk gewoon gerust en op de bank gelegen. Niet veel bijzonders. Nee, jongen? Ja, zeg je hoi. Zeg maar hallo. Zeg hallo. Die wenkbrauwen. Samen spelen. Hey, Jordi wou geen broek aan. Ik heb ruzie met hem daarover gehad. Hij wou het niet. Oké, prima dan niet. We moeten samen met de speeltjes spelen, hè? Ja, samen spelen. Ondertussen staat hier je roos aan. Ben ik eten aan het koken. Maar Liam wil ook mee spelen. Joep, niet meer doen, hè? Nee, eraf. Ondertussen ben ik eten aan het koken. En wat ben ik aan het koken? Eigenlijk heel simpel. Aardappels, vlees en groenten. We eten aardappels dus. En bloemkool met een tartaartje. En champignonroomsaus. Heel simpel, maar wel lekker. Dus daar ga ik even mee verder. En dan als Niels... Nadat ik thuis kom, wat bijna is, dan kunnen we eten. Niels is straks thuis gekomen. We hebben de kindjes eten gegeven, zelf gegeten. Toen is Liam even de douche in gegaan. En het was alweer de tijd dat hij naar bed ging. Jordi naar bed. En ze zijn eigenlijk vrijwel gelijk gaan slapen. Dus hopelijk blijven ze slapen. Niels is momenteel heel eventjes... hoort op, die is even naar een vriend toe. Die had iets en dan kon Niels mee helpen. Dus ja, dat doen we gewoon voor elkaar. En ja, dus die is daarheen. En ik ga hier heel eventjes de boel aan kant zetten, zodat het morgen weer netjes is. Dan ga ik gewoon lekker mijn nest in. Lekker slapen. Ik ga bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.